Fransje staat er weer mooi bij. De camper is helemaal ingepakt. We staan nu bij school. En gaan we lekker buiten. En het wordt natuurlijk echt kamperen met Nederlands weer. Dus goedemorgen, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog op Kelly Caressen, het YouTube-kanaal. Komend weekend gaan we lekker met camper Fransje op pad. Dus daar ga ik jullie lekker bij meenemen. Ik ben nu nog even aan het werk. Het is vrijdagochtend. En ik ben bezig met het organiseren van een zelfliefde-challenge die ik in juni ga lanceren. 3 weken lang, elke dag een check-in moment, een oefening of een video, lichaamswerk, meditaties. Ja, hele bijzondere dingen die je kunt gaan beoefenen om meer verbinding met jezelf te komen, meer te gaan vertragen, meer in die vrouwelijke energie te komen en veel beter voor jezelf te zorgen. Dus daar ben ik druk mee bezig om alles voor klaar te zetten. En zodra je dat je daarvoor kunt aanmelden, laat ik het je weten. Dus daar ben ik deze ochtend nog mee bezig. En ik ga zo inpakken. Dus daar ga ik jullie ook meenemen. En dan gaan we richting de camper. Ik breek even in mijn eigen vlog. Voordat we de camper gaan inpakken, heb ik nog even een tip voor jullie. Want ik geef namelijk op 4 juni, dat is voor jullie volgende week, dinsdag, een gratis sessie die helemaal in het teken staat van zelfliefde, vrouwelijke energie, tijd voor jezelf leren nemen, erachter komen waarom het zo is dat dat niet lukt. En dan gaan we een hele mooie journal sessie samen hebben. Dus wil je daarbij zijn, kun je daarvoor gratis aanmelden via de link in de beschrijving. Gaan we nu verder met de vlog. Ik ben dus aan het inpakken en we gaan dus ook maar 2 nachten weg. We hebben voor vandaag al gekleed, dus het is eigenlijk alleen voor zaterdag en zondag. Dus ik heb voor mezelf dit tasje met mijn kleding. Ja, en mijn toilettas natuurlijk. En daar zit dan ook voor de meiden de toiletspullen in. En in deze wasmand doe ik alle kleren voor Lana, Amy, Feline, Rosa. Alleen Rosa moet ik er nog bij doen. Ook hun onesies en vooral vesten, want het kan best wel koud gaan worden. En dit kan ik dan in de camper gewoon daar in de kast zetten. Dus dat is echt ideaal. Dus ik hoef alleen nog voor Rosa erbij te doen. Dan hoef ik alleen nog mijn medicijntas, elektronica tas, zeg maar met opladers, dat soort dingen in te pakken. En wat boodschappen. En het beddengoed. En Yannick, die is, as we speak, de camper, die rijdt daar. Gaat hij even hiervoor zetten, zodat we die kunnen volladen. Zodat we alles kunnen inpakken. En het wordt natuurlijk echt kamperen met Nederlands weer. Dus het kan echt ineens zonnig worden, maar eigenlijk is de voorspelling echt wel heel matig. Helaas. Dus ik bereid me voor op het allerergste. Ik kan het alleen maar meevallen. Dus even kijken, dit is een jurkje. Dan nog een broekje voor Roze. Met een topje, rompertjes en nog een majootje. En dat is het. Oh ja, dat slaapzak. Zo, die doe ik ook 2 voor de zekerheid. En even een handdoekje. Zo. We zijn dus nu aan het inpakken. En voor je het weet, dat je hele half rol. En denk je, oh nee, maar we nemen helemaal niet zoveel mee. Maar ja, stiekem gaat het dan toch nog een heleboel mee. Ook voor 2 dagjes. De camper is helemaal ingepakt. We staan nu bij school om de meisjes te halen. En om ze gelijk met de camper op te halen vanuit school. Om lekker pad te gaan. We gaan trouwens naar de achterste hoef. Camping waar we regelmatig komen en heel graag komen. Echt heel leuk daar. Dus ik heb er heel veel zin in. We zijn eventjes gaan stoppen onderweg om alvast wat te lunchen. Het is natuurlijk maar 3 kwartier rijden, maar toch, ja, het regent. Dus ja, even lekker toch picknicken. Dus we hebben lekkere dingetjes gehaald. Lekkere broodjes en fruitjes en kaasjes. En alles. Van alles en nog wat. Dus we gaan hier even lekker zitten picknicken. Papa, ik heb voor jou een frikandelbroodje. Voor papa ook voor hem, als je wil. Rosa? Amy een kaneelswirl. Nee, voor Amy of Lana? Voor Lana schellen. Voor Rosa hebben we een worstenbroodje. Nee. En voor ons heb ik ook nog dingetjes. Rosa anders gewoon dadelijk zo'n zakbroodje. Het is nou niet bepaald het allerbeste weer, dus we hebben even de camper hier neergezet. Kom Rosa, die is in de... Oh, Rosa, kom gauw! Oh jee, kom! In de plas aan het spelen wil ik zeggen, want we gaan even naar de speelzolder. Of ja, Kids Plaza heet het. Indoor speeltuin, dan kunnen we lekker droog zitten en kunnen de kindjes lekker spelen. Is heel vlak bij camping de Achterste Hoef. Dan zijn we dadelijk ook echt in 5 minuten of zo op de camping, maar dan kunnen we eerst even hier lekker spelen. Thank you.
En we staan ook weer op ons vaste plekje. Een heel klein plekje is dit. Frans die staat er weer mooi bij. Roos heeft een fietsje mee. Alle meiden hebben een fietsje mee. En schatje, ga je lekker fietsen zo? Ja, meiden hebben ook lekker een fiets mee. Kunnen ze lekker rondfietsen. Dus wij zijn weer lekker gesetteld. Dus om te regenen doen we nog even de luifel niet. Maar wie weet dat hij er nog wel aan gaat komen. Hier is Nico, die is ook mee trouwens. En we hadden van tevoren dus al pastasaus gemaakt. Dus Janiek die heeft het in de kippenpan opgewarmd. Vlinderpasta gekookt. En dan gaan we hier zo lekker eten. Nou, inmiddels liggen de meisjes allemaal te slapen in de camper. Daarachter. En hier hebben we Nicootje, die heb ik net uitgelaten. Wij gaan zo ook slapen. Maar ik ben nog heel even mijn boekje aan het lezen. Met een kopje thee. Goedemorgen. Janiek is met de meisjes broodjes halen bij het bakkertje. En ik ben hier met Roosje. Wij gaan het ontbijt voorbereiden. We hebben eigenlijk best wel goed geslapen. Ook Rosa. Ja, de regen op het dak heeft toch een soort van ASMR-werking dan, denk ik. Dat iedereen goed slaapt of zo. En ik ook dat we heel erg moe waren. Dus we hebben lekker geslapen. Vandaag hoop ik dat het... Ja, in de middag moet het droog worden. Dus ik denk dat we in de ochtend kidsclub doen. En misschien ook nog zwemmen. Want dat is toch binnen. En dat we dan vanmiddag mooi weer hebben om ook buiten dingen te doen. Maar goed, we zien het wel. We maken er gewoon sowieso wat leuk van. Ze zijn lekker broodjes gaan halen. Dus we zijn lekker hier in de camper aan het ontbijten. Hè? Terwijl het ondertussen buiten nog een beetje regent. En nu is het tijd om richting de kidsclub te wandelen. En te fietsen. Want de meiden zijn al op de fiets. Gaan we lekker even knutselen en spelen daar, hè? Rosa is helemaal in unicorn gekleed. Unicorn jurk. En unicorn vest. Ja, mam, dit handje alleen maar maakt heel op de camera en kinderwagen vast. Dat was een beetje handig. Onhandig met twee handjes. Maar we gaan gauw naar de kidsclub. De olifant, die heeft de dikste billen van het hele land. Wij gaan naar het zwembad en Rosa heeft voor dus ook zo'n paddeljumper. Ja, je gaat ook lekker zwemmen, meis. Wij zijn hier met z'n honger. Dus Lana was al wat eerder gaan zwemmen. Dus die heb ik mee teruggenomen samen met Rosa. Heb ik haar alvast klaargemaakt, omgekleed. Zijn we nou lunch aan het klaarmaken, zodat als ik ook die andere uit het zwembad komen, we lekker kunnen lunchen. En de lunch bestaat uit tosti, gemaakt met witte bolletjes, wat ze dus echt heel lekker vinden. Ik heb hier nog yoghurt met fruit, thee en we hebben ook nog broodjes. De camping is daar en wij zijn een klein stukje gaan lopen. Hier zijn we al vaker geweest, dus trouwe vlogkijkers weten dat. Het is goed te toeven. Heel erg leuke zorgboerderij met eetcafé, ijsjes, dat soort dingen. En een heel leuke speeltuin. Zoekje daar fietsen we weer terug. En die meiden die hebben iets geks bedacht. Ze hebben allemaal van fiets gewisseld. Dus
Amy op de fiets van Lana. Die is echt wel groot. Feline op de fiets van Amy. En ja, Lana op de fiets van zijn we weer terug en gaan ze midget golven. En Yannick is een echte golfer, dus niet minigolf, maar een golfgolfer. Dus die vindt dit helemaal leuk ook, om met zijn meid te doen. En ik ga met Rosa gewoon toeschouwen. Ja, die is goed. Middagje spelen in de speeltuin. Yannick is met de meiden gaan midget golven. We zijn dus even op pad geweest. Gaan we nu richting het restaurant om daar lekker te gaan eten. Doe al lekker vroeg, 5 uur al gereserveerd, zodat ze om 7 uur weer naar de disco kunnen. Bij het toiletgebouw hebben ze dus ook een kinderbadkamer met 2 kinderdouches. Die zijn dus ook lager. En dit zijn wastafels. Zijn we dus nou de tanden aan het poetsen en een badje. En voor je mij al een hele tijd volgt, je weet dat Rosa hier al een paar keer in badje is geweest. Vorige keren. Misschien hebben we dat morgenmiddag nog eventjes doen. Maar we gingen eventjes de tandjes poetsen en dan gaan we naar bed toe, meiden. En ik heb deze in de midden. Ja, je hebt een hele mooie vlecht gekregen. Ja, een mooi veertje. En je hebt een groene. Ja, fantastisch. Nou, wij gaan tanden poetsen en lekker naar bed toe. Goedemorgen, vanaf de camper, de dag erna. Het is nogal een intens nachtje geweest, want Rosa die was helemaal doorgeklekt vannacht. Dus hier in dat badkamertje, wat ik jullie dus net nog liet zien, hebben jullie en ik haar vannacht nog helemaal gebadden. Soms had er heel veel last van. Ze hebben duidelijk tandjes die doorkomen, zure poep, heel pijnlijk. Dus was verder buiten dat ook heeft ze niet enorm geslapen, dus wij ook niet, maar maakt niet uit. Het is droog, het is fijn weer, dus we hebben het campingmeubilair weer neergezet. Dus we hebben hier, of ja, Yannick is eigenlijk nog bezig om hier de hele het meubilair neer te zetten. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal zo gebeurd. Zodat we in ieder geval lekker buiten kunnen ontbijten. Yo. Daar ligt Nicootje. Ik heb weer camping cappuccino's gemaakt. Dat is gewoon een espresso met opgeschermde melk uit dit apparaat. En dat is echt lekker. En dan gaan wij lekker met de meisjes ontbijten. Inmiddels is Fransie ook weer helemaal bepakt en bezakt om naar huis te gaan. En moet je kijken hoe schattig dit is. Tell me your girls, mom. Without telling me. Cute, al die roze pietjes. Maar goed, wij gaan lekker naar huis toe. Na een heerlijk weekend. Waarbij de zon nog heel veel lekker heeft geschenen. Zijn we alweer aan het einde gekomen van deze vlog. Wij zijn inmiddels weer thuis. Alles opgeruimd, alles gezetteld. De meisjes zijn zelfs weer op school. Het is de dag na. Maar ik had hem nog niet afgesloten. Dus dat doe ik bij deze. Hopelijk vonden jullie het weer een leuke Fransie vlog. Volgende week weer gewoon een normale week uit ons leven. Ik wil je vragen om een duimpje omhoog te doen als je de vlog leuk vond. Want daar help je mij enorm mee. Zorg dat je geabonneerd bent om geen enkele vlog te missen. En dan zie ik je heel graag volgende week weer. Dankjewel voor het kijken. Doei!